Ja, PSV behaalde afgelopen zaterdag eigenlijk een vrij eenvoudige overwinning op PEC Zwolle. Willem II verloor de degradatiekraker tegen Sparta en NAC kon het toch niet waarmaken tegen Ajax. Willy en René van der Kerkhof, goedemorgen. Goedemorgen. Om maar eens bij PSV te beginnen, René. Weer een stapje dichterbij. Hup, volgend weekend weer in zicht natuurlijk. Ja, zeker. Als je de eerste helft even vergeet. Het leuke was, ja, de Lozano met de keeper, dus een rode kaart. Ja, en dan een paar minuten later dat doelpunt. Ja, toen was het afgelopen voor PEC 10 man, tweede helft. PSV speelt tweede helft stukken beter. Was goed. En ja, op ons klagen muur van Brenet te komen, ja. Hij maakte toch een wondermooi doelpunt. En dat was toch weer, de animator van het elftal een beetje, samen met Luc Jong. Dus, ja. Maar je moet een keer positief zijn over Brenet. Willy, positiviteit bij René over Brenet dus. Heb jij nou het gevoel dat ze die rode kaart uiteindelijk nodig hadden om tegen 10 man te komen, om uiteindelijk los te komen van PEC Zwolle? Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat we de kans gecreëerden, ook misschien de tweede helft, ook met 11 man, dat we die wedstrijd toch wel gewonnen hadden. Maar ja, het was natuurlijk een domme overtreding van de keeper. Je weet als je buiten strafschopgebied dit soort dingen doet, dat je weggestuurd wordt. Ja, in dit geval denk ik altijd dat het veel beter is om de speler te laten lopen en kijken wat er is. Beter om 1-0 achter te komen en 11 man verder dan deze optie te nemen. En dat is denk ik toch wel ook een stukje professionaliteit dat erbij hoort. En als PEC Zwolle ja, twee wedstrijden, twee keepers gaat missen al. Ja, dan moeten we extra keepers aan gaan halen daar in Zwolle. Maar ja, een verdiende overwinning van PSV. Probleempje in Zwolle daar. Zeg René, het had leuk geweest als NAC Breda nou nog even had gestunt tegen Ajax, hè? Ja, ze begonnen goed, 1-0 voor. Ik dacht, nou, dat zit toch wel een verrassing in de lucht. Maar ja, uiteindelijk gaat toch de kwaliteit weer de doorslag een beetje bij Ajax. En ze spelen niet goed, maar goed, ze winnen met 3-1. En het was wel een verdiende overwinning. Maar NAC had een begonnen goed, maar viel het daarna weer sterk terug. Dus, maar we blijven hoop houden op NAC. Zeker, dat blijven we zeker doen. Sympathie clubje. Willy, René, dank weer. Volgende week weer aan de lijn. Oké. Want dan speelt PSV donderdag, natuurlijk. Donderdag, komt helemaal goed. Hoi. Oké. Houdoe.